Goedemorgen en welkom bij dit webinar dat de VNG organiseert in het kader van de gegevensaanlevering gemeentelijke monitor sociaal domein. Het eerste halfjaar van 2021. Mijn naam is Hede Boonstra. Hier naast mij zit Jeroen Wismans. Wij zullen u vandaag door de presentatie heen praten en de komende ongeveer drie kwartier aan een uur meenemen door de ins en outs van de gegevensaanlevering voor de GMSD, zoals we die afkort noemen. We zitten hier niet alleen in de studio, hier ook aanwezig Tessa de Vos, die ons ook in het dagelijks werk ondersteunt bij de gemeentelijke monitor sociaal domein. Verder in de zaal ook namens het CBS Lianne Schoot en Marije de Bruin, die vanuit het CBS de ondersteuning leveren en projectleiding doen voor de gegevensaanlevering. En waarmee u ook te maken zult krijgen als u bepaalde technische vragen heeft. We zijn hier in ieder geval nu vandaag allemaal aanwezig om de ins en outs te vertellen en ook vragen te beantwoorden. Dus heeft u vragen, stel die gerust via de chat. Er zijn een aantal momenten tijdens deze presentatie waarin we de vragen zullen gaan behandelen. Ook als uw vraag niet in de live uitzending wordt behandeld, dan zullen we proberen die ofwel via de chat te behandelen, dan wel ontvangt u het antwoord in de nalevering aan het einde van dit webinar met een link naar de presentatie en de sheets die we vandaag gebruikt hebben. Kort over de agenda van het komende uur ongeveer. Dit zijn de vijf hoofdpunten waarlangs we u vandaag zullen gaan leiden. We beginnen even kort met het doel van het webinar. Zullen dan inzoomen op het proces van de hele totstandkoming van de gemeentelijke monitor sociaal domein. We kijken even terug naar de afgelopen periode, de aanleverperiode, te zien hoeveel hoeveel gemeenten er toen hebben aangeleverd. We gaan even in op specifieke veranderingen in de huidige aanleverperiode, waar u op dient te letten. En kijken ook even vooruit naar wat er aansluitend op de gemeentelijke monitor sociaal domein allemaal wordt ontwikkeld. Dus ook de ontwikkelingen rondom de monitoring van het abonnementstarief. De verbijzondering naar de monitoring van beschermd wonen, dak- en thuislozen. En wat veranderingen rondom het monitoren van stapeling van het gebruik van voorzieningen. Het eerste van de praktische punten had ik net al even gemeld. Dus mocht u een vraag hebben, dan ziet u de vraagbalk rechts in beeld waar u uw vraag kunt intypen. Op een aantal momenten in deze presentatie zullen we even stilstaan bij de binnenkomende vragen en zullen we die proberen zo goed mogelijk te behandelen. Per mail ontvangt u de PDF van de slides die we gebruiken en ook een overzicht van de gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. En een opname wordt ook ter beschikking gesteld op de website van GMSD op vngrealisatie.nl. Dus daar is dit webinar ook de komende tijd nog terug te kijken. Dan kort over het doel van het webinar van vandaag. Nou, het belangrijkste doel is om u te informeren over het proces van het aanleveren van de gegevens voor de gemeentelijke monitor sociaal domein. En dat is natuurlijk belangrijk, omdat we allemaal hopen dat er weer een zo goed mogelijke gegevensaanlevering gaat plaatsvinden vandaag. Of deze maand. Dat we weer goed zicht krijgen op de geleverde zorg en ondersteuning door gemeenten. En dat de gegevens betrouwbaar en bruikbaar zijn voor alle doeleinden. Dus we hopen dat u ook allemaal uw best gaat doen om de gegevens zo compleet mogelijk en volledig mogelijk bij ons aan te leveren. Dit jaar zijn er wat belangrijke veranderingen die vooral gevolg zijn van de overgang van IBMO standaard 2.4 naar IBMO standaard 3.0 sinds 1 januari van dit jaar. Die IWMO-standaarden zijn de standaarden die eigenlijk gebruikt worden in de systemen waarmee berichten worden uitgewisseld tussen gemeenten en de zorgleverende instanties. En daar wordt het primaire proces mee ondersteund. Ook de
De afrekening vindt daar vaak plaats, dus de facturering van de geleverde zorg. Dit model wordt periodiek aangepast om de codes, de gebruikte productcodes, goed te laten aansluiten op de gemeentelijke praktijk. Maar ook goed te zorgen voor zoveel mogelijk standaardisatie en zo min mogelijk administratieve lasten voor alle partijen die in dit proces betrokken zijn. Meer informatie over de IEBMO-standaard vindt u op www.istandaarden.nl. Op die site staat alle technische documentatie en staat ook toegelicht wat de onderdelen zijn van de huidige 3.0-versie. Die is in gebruik sinds 1 januari van dit jaar. En dat betekent dus dat de periode waarover u nu de gegevens gaat aanleveren, voor het eerst gebruik maakt van die nieuwe IEBMO-versie. Dat heeft een aantal consequenties, vooral voor de generieke toewijzing. Dat is een van de belangrijke wijzigingen in de IEBMO 3.0-versie. Dat gemeenten nu gebruik kunnen gaan maken van een zogenoemde generieke toewijzing in het berichtenverkeer. Dus aan dat type toewijzing hangt dus geen specifieke productcode. Dus daar wordt niet heel specifiek verwezen naar een bepaald product waar zorg of hulp op mag worden verleend. Maar is dus inderdaad heel algemeen van karakter. Daarom is er ook een nieuwe productcode toegevoegd aan de uitvraag. En is het aantal productcategoriecodes wat we hadden uitgebreid van 18 naar 19 in deze periode. Het heeft ook wat gevolgen voor de clustering van de overige productcategorieën. Want voorheen was er een categorie overige maatwerkvoorzieningen, onder categorie 10. Die valt niet langer onder de hoofdcategorie ondersteuning thuis, maar wordt nu samen met de categorie generieke toewijzing in een aparte categorie overig geplaatst. Nou, hier een kort overzicht van de 18 en nu 19 categorieën vanaf de aanlevering van dit jaar. Verdeeld over de hoofdgroepen hulp bij huishouden, ondersteuning thuis, waar dus nu categorie 10 uit verdwenen is, hulpmiddelen en diensten, verblijf en opvang, en tenslotte dus de nieuwe groep overig, waar zowel de generieke toewijzing in wordt opgenomen, als ook de categorie 10 overige maatwerkarrangementen. U ziet ze duidelijk onderaan weergegeven met de rode pijlen. Ja, goed. Dan gaan we naar het proces van aanlevering naar deze introductie over de nieuwe standaard. Het aanleverproces maakt dus gebruik van de nieuwe standaard en ziet er in hoofdlijnen eigenlijk van aanlevering tot aan publicatie op de website van CBS en van Waar staat je gemeente als volgt uit. Het zijn drie hoofdstappen. In eerste instantie leveren gemeenten hun gegevens aan bij het CBS. Dat gebeurt in de komende periode, dus tot in oktober. Daarna is er een stap waarin de gegevens die aangeleverd zijn, mits correct, ook worden verrijkt door het CBS, door er gegevens aan toe te voegen, informatie aan toe te voegen van andere bestaande statistieken, zoals uit de sociale zekerheid, jeugd, maar ook demografische gegevens. En tenslotte, als dat gebeurd is, dan worden de gegevens of de informatie die daaruit ontstaat, wordt ontsloten via cbs.nl en waar staat je gemeente.nl. En op waar staat je gemeente staat dan de gemeentelijke monitor sociaal domein, GMSD, als apart dashboard. En dat ziet er dan als volgt uit. Een indruk van een aantal gegevens die wij terugkoppelen via grafieken, tabellen, trendlijnen. Nou, je kunt het allemaal vinden op de waarstaatgemeente.nl, gemeentelijke monitor sociaal domein. Daar zitten ook nog rapporten in, wijkrapporten, dus er zit nog veel meer in dan alleen maar dit soort plaatjes. Nou, voor de meesten die al eerder hiermee gemaakt hebben, zal dat bekende koek zijn. Gaan we even naar een korte terugblik
op de vorige periode. Maar voordat we dat doen, kijk ik even of er vragen zijn. Want ik zie wat dingen binnenkomen. Moeten we daarbij stilstaan? Een paar vragen nog van het eerste, voor het eerste deel. Of het ook geldt voor A-specifieke toewijzing. Ik weet even niet waarop de vraag precies bedoeld was. 18, even kijken. Ja. Geldt dat ook voor de A-specifieke toewijzing? Ik neem aan dat daar bedoeld wordt inderdaad die nieuwe generieke toewijzing, die dus nieuw is sinds januari van dit jaar. Als dat bedoeld wordt, dan is dat inderdaad de categorie die hier bedoeld wordt. Dat is in de productcodelijst het nummer 88, de nieuw toegevoegde categorie. Die productcode 88 die kan dus nu worden gebruikt in de huidige aanlevering. En zal dus in die vijfde categorie overig worden teruggekoppeld. Er is nog een vraag van Zoe. 18, overig beschermd wonen en opvang, is dat ook nieuw? En wanneer deze code hanteren? En Geert vraagt erachteraan, wat is toch alleen voor de centrum gemeente beschermd wonen? Ja, ik denk dat dat inderdaad klopt, Geert, dat inderdaad het antwoord is op de vraag van Zoe. Dat de code 18 eigenlijk alleen gebruikt wordt door de centrumgemeente, die voor het gebied waarvoor zij de beschermd wonen en maatschappelijke opvang organiseren, de gegevens aanleveren. Dus alleen de centrumgemeente leveren dus de gegevens aan over beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Oké, dan gaan we nu even naar de terugblik van de vorige periode. Dat was in februari en maart van dit jaar. Toen werden de cijfers over het tweede halfjaar van 2020 en eventuele nog nalevering of correctielevering op het eerste halfjaar van 2020 aangeleverd. En in die periode hebben totaal 322 gemeenten hun cijfers aangeleverd en gepubliceerd over het tweede halfjaar van 2020. En 334 gemeenten hebben uiteindelijk na die aanleverperiode de cijfers voor het eerste halfjaar van 2020 compleet gemaakt en aangeleverd. Nou, dat zijn respectievelijk percentages van 90% à 95% van het totaal aantal gemeenten. En dat is heel fijn om zo'n mooi dekkend beeld te hebben van het sociale domein in Nederland. Dat maakt het ook mogelijk voor het CBS om een landelijk beeld te schetsen van de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dus het is heel belangrijk dat we zo'n grote dekking hebben in de aanlevering. En daar zijn we natuurlijk ook zeer trots op en content mee. Uiteindelijk werden de data de afgelopen aanleverperiode gepubliceerd op haar site gemeente in mei 2021 en in juli 2021 ook nog voor participatie. De stapelingsgegevens van cliënten die meerdere voorzieningen hebben en van beschermd wonen, die kwamen nog in juli online te staan. Dan gaan we naar het volgende sheet en kijken we naar de huidige aanleverperiode die van start is gegaan, twee weken geleden eigenlijk al. Dus er zijn ook al meer dan 80 gemeenten die inmiddels hebben aangeleverd en daar zijn we ook erg blij mee. De huidige aanleverperiode ziet er als volgt uit. Dit zijn belangrijke deadlines om rekening mee te houden. De gegevensaanleveringsperiode die loopt van 30 augustus tot 1 oktober dit jaar. Daarna is er een periode, als de gegevens zijn aangeleverd, dat gemeenten eventueel kunnen besluiten op basis van een eerste blik op de cijfers, op het orde rapport waar we later nog op terug gaan komen, om hun gegevens alsnog in te trekken als ze denken van nou, dat geeft toch geen goed beeld. Dus in die periode van twee weken, van 4 oktober tot 15 oktober, is daar een mogelijkheid voor. En na 15 oktober, vanaf 18 oktober, verwerkt het CBS de informatie en gaan ze de gegevens verrijken zoals we eerder toegelicht hebben. En dan in november, 25 november van dit jaar, worden de cijfers gepubliceerd op cbs.nl en waarstaatjegemeente.nl. Uh,
Hier zien we het totale aanleverproces van het eerste moment van eigenlijk het aanmelden van de coördinator door uw gemeente, tot en met het aanleveren, definitief aanleveren van de gegevens aan het CBS. Dat vindt in een aantal stappen plaats. En door die stappen gaan we u één voor één meenemen, zodat het hele aanleverproces in detail besproken is als we dit seminar, webinar afsluiten. Geef ik het nu weer even over, Hidde, aan jou. Ja, dank. We gaan inderdaad één voor één die witte vierkantjes in het stroomschema even één voor één aflopen. Zodat we per stap in het proces even kunnen kijken naar waar moet u op letten. Wat zijn nu de specifieke onderdelen van deze stap in het schitterende pijlenstroomschema. Als eerste stap, helemaal links op in het stroomschema, het aanmelden van de coördinator. Van alle 352 gemeenten hebben we momenteel een coördinator beschikbaar. Dus van alle gemeenten is er een coördinator aangewezen. Als het zo is dat u een nieuwe coördinator bent of die taak overneemt van een collega die het in het verleden heeft gedaan, verzoeken we u even een mail te sturen naar monitorsociaaldomein@cbs.nl. Via die link ontvangen collega's Lianne en Marije die nieuwe aanmelding, zodat ze ook kunnen zorgen voor de goede administratie van naam en contactgegevens. Het is daarbij handig dat er een algemeen gemeentelijk mailadres wordt opgegeven en niet een persoonlijk mailadres. Omdat we uit ervaring weten dat de taak voor de coördinator nog wel eens overgaat van de een naar de ander. En dan ontstaat er vaak verwarring over wie nu de gegevens toegestuurd moet krijgen. Dus vandaar dat we u aanraden om een algemeen niet persoonsgebonden adres aan te laten maken. Bijvoorbeeld sociaaldomein@gemeentenaam.nl. Zodat daar ook in toekomstige mailingen de gegevens en de informatie niet kwijtraakt. De rol van de coördinator is vooral contactpersoon. Contactpersoon voor het aanleverproces. De coördinator is ook degene die de gegevens bij CBS aanlevert. En ook de terugkoppeling ontvangt. De retourmeldingen kan controleren of de gegevens juist zijn. En kan eventueel aan het einde van het aanleverproces ook de eventuele toestemming nog intrekken om de gegevens te publiceren. Daar komen we later nog op terug, op die toestemmingsvraag. Er zijn coördinatoren die voor meerdere gemeenten werkzaamheden uitvoeren. Dat er steeds meer gemeenten zijn die samenwerken rondom de uitvoering van de zorg in de WMO en de jeugd. Zijn er coördinatoren die voor meerdere gemeenten gegevens aanleveren? U kunt dan ook meerdere aparte bestanden per gemeente aanleveren, zodat u ook per gemeente een terugkoppeling ontvangt met een technische toets en een op orde rapport. Dat u per aangeleverd bestand inzicht heeft in de aantallen en kunt zien of de gegevens juist zijn of juist lijken. En dat per bestand kunt toetsen. Dus dat een advies aan, met name aan de coördinatoren die voor meerdere gemeenten aanleveren. Stap 2 is het inloggen op het up- en downloadportaal dat CBS heeft ingericht, specifiek voor de aanlevering van de gegevensbestanden van de WMO vanuit de gemeente. U heeft voor het doen van de upload als het goed is een mail ontvangen waarmee u direct kunt inloggen op het uploadportaal van CBS. De inloggegevens voor het downloaden, dus voor het ophalen van de orderrapporten, daarvoor heeft CBS ook aparte inloggegevens toegestuurd. Die zijn dit keer per mail verzonden, maar worden ook nog een keer per post verstuurd, omdat er even wat bij sommige gemeenten wat verwarring was over het proces van dat uitreiken van die up- en download, van die downloadgegevens.
worden die alsnog nog een keer per post verzonden. We kijken even of dat in de toekomst zo zal blijven of dat we voortaan die gegevens zullen gaan meten. Daarover wordt u nog nader geïnformeerd. Dan kijken we naar de volgende stap in dat mooie pijlenschema. Stap 3. Daar zitten een aantal van die witte vierkantjes in. Die telkens een stap in het proces weergeven. Laten we inzoomen op algemeen de stap naar de gegevensaanlevering. Elk half jaar kan de gemeente één bestand door het CBS laten verwerken. Het WMO-bestand. Dat betekent niet dat u maar één keer kunt aanleveren bij CBS. Het is mogelijk om meerdere malen een gegevensbestand te uploaden en te laten controleren. Maar alleen het meest recent aangeleverde bestand zal door CBS worden verwerkt. Er hoeven bij deze gegevensaanlevering ook geen andere gegevensbestanden te worden aangeleverd. Gegevens bijvoorbeeld over de kosten, die zijn in juni en juli al bij u opgevraagd en zijn apart aangeleverd. En zullen bij het verschijnen van de rapportage van de monitor abonnementstarief ook worden gepubliceerd. Dus dan zullen ook de gegevens over de kosten in waar staat je gemeente, kosten WMO en jeugd, worden geactualiseerd. Als u vragen heeft over het tot stand brengen van het gegevensbestand voor de aanlevering bij CBS, dan kunt u ook contact opnemen met uw softwareleverancier. Alle grote softwareleveranciers hebben een specifieke query ontwikkeld of een script waarmee u uit uw gegevensbestanden of uw software een Excel-bestand of een gegevensbestand kunt maken. Dat u kunt aanleveren bij het CBS. Het is belangrijk als u dat bestand hebt geëxporteerd, dat u het niet opent in Excel. Ik maakte net ook al bijna die fout. Want zo gauw dat gebeurt, dan verandert er iets in de opmaak van het bestand, waardoor het niet goed door CBS ingelezen kan worden. Dus het is belangrijk dat als u dat bestand, dat outputgegevensbestand, wilt bekijken, dat u dat niet doet in Excel, maar bijvoorbeeld in Kladblok. Omdat het alleen als een CSV-bestand bij CBS kan worden aangeleverd. Mooi. Intussen is er in de chat worden er wat vragen beantwoord. Chris zegt heel terecht van in deze periode is het juist handig om dingen per mail te ontvangen, omdat mensen niet zo vaak op kantoor komen. Dus wellicht is het in die zin ook niet zo erg dat het dit jaar juist per mail is gegaan. Misschien heeft CBS dat wel bewust gedaan op die manier. Is het zo beter op zijn plek terechtgekomen? Maar het wordt alsnog nagestuurd voor de mensen die het nog niet ontvangen hebben per post. Verder over stap 3, de gegevensaanlevering. Gegevensaanlevering gaat in twee bestanden, eigenlijk, of twee sets van data. De basisset van het WMO-bestand, waarin een aantal gegevens zitten, zoals de aanmaakdatum van het bestand, gemeentecode, BSN-nummers. U ziet ze staan. Dat is de verplichte set die moet worden aangeleverd. Als die gegevens niet worden aangeleverd, dan wordt het bestand ook niet geaccepteerd. Daarnaast is er een facultatieve set die kan worden aangeleverd, waarin een aantal additionele gegevens zitten van de gemeente die verdere aanvullende informatie verschaffen over de WMO. Daar kan de gemeente vrijwillig over besluiten om die wel of niet aan te leveren. Die gegevens zullen dan ook niet, mocht er daar fouten in zitten of zo, dan wordt het bestand niet geweigerd. Die gaat dan gewoon door naar publicatie. Het is dus een vrijwillige keuze van de gemeente om die te leveren. In het aanleverprotocol vindt u hier ook meer informatie over van welke data behoren nu tot welke set gegevens. Als
de gegevens zijn aangeleverd via het uploadportaal bij het CBS, dan is de eerste stap, volgende stap is het uitvoeren van de technische toets op het bestand. Dus dan gaat er eigenlijk gekeken worden van staan alle punten en komma's goed in het bestand. Is het technisch in orde om verwerkt te gaan worden? Dat kan dus binnen een paar dagen bekeken worden en krijgt u daar terugkoppeling van. En als het niet in orde is, dan kan dat dus in orde gemaakt worden en opnieuw worden aangeleverd. We gaan nu langs een aantal veel voorkomende fouten leiden, zodat u die mogelijk niet hoeft te maken. De bestandsextensie, die worden vaak bij de technische toets opgespoord, dit soort fouten. Die moet .csv zijn of .txt. Dus als dat niet in orde is, als het dus inderdaad een Excel-bestand is, dan wordt het bestand eigenlijk ongezien teruggestuurd, omdat het door het CBS op die manier niet verwerkt kan worden. De bestandsnaam, die moet ook juist zijn en als volgt zijn, worden opgebouwd. Hoofdletters WMO, underscore, dan code van de uitvraag, dan weer een underscore en dan kunt u eventueel een vrije tekst invullen voor uzelf. En dan dus .csv of .txt. Onderaan ziet u een voorbeeld, bijvoorbeeld voor de gemeente Den Haag zou de bestandsnaam kunnen luiden WMO underscore H1-2021, dus eerste halfjaar van 2021. Underscore gemeente Den Haag .csv. En als het dus een aanlevering betreft voor het tweede halfjaar van 2020, dan moet die code dus worden aangepast. En zou je dan gebruik maken van WMO underscore A2-2020 underscore gemeente Den Haag. Ja. Dus op die manier is het verschil duidelijk tussen de periode waarop die bestandsaanlevering slaat. Ja. Dus doet u deze keer een correctielevering of een nalevering, dan moet u een apart bestand voor tweede helft 2020 met een aparte naam en code aanleveren bij het CBS. Ja, ik zag dat daar ook nog even een vraag over was in de chat, maar die is volgens mij ook al beantwoord. In ieder geval die vraag die ging over inderdaad of die voor zowel de tweede helft van 2020 als voor de eerste helft van 2021 dezelfde contactgegevens kunnen worden gebruikt. En Marije heeft volgens mij al beantwoord dat inderdaad mogelijk is, dat je niet verschillende inloggegevens of contactgegevens hoeft te gebruiken, maar dat het gewoon gebruikmakend van de codes die je nu zijn toegestuurd kan worden gedaan door gebruik te maken van die verschillende codes is voor CBS duidelijk om welke tijdperiode het gaat. Ja. Dat heeft de aanvulling, denk ik. Ja. Hebben hier nog een vraag van Polle, dat bij het aanleveren ook het BSN bijgeleverd moet zijn. Is dat toegestaan onder de AVG? Ja, zal ik dat antwoorden? Ja. Ik zal ook even naar het CBS te kijken. Ja, nee, ga je gang. Nou, ik weet dat daar inderdaad veel, in het begin, zeker in het begin van de gemeentelijke monitor, veel discussie over is geweest, over het aanleveren van gegevens op BSN-niveau. Het is uitgezocht door juristen en die hebben gezegd dat voor de totstandkoming van een monitor, zoals de gemeentelijke monitor Sociaal Domein, gemeenten deze gegevens aan het CBS mogen verstrekken op recordniveau en met gebruikmaking van BSN. Bij de verwerking zorgt CBS, en daar moet ik het even goed zeggen, altijd voor een soort versleuteling, waardoor de gegevens op BSN-nummer worden veranderd naar een soort unieke CBS-code. En dat zorgt ervoor dat de gegevens nooit meer herleidbaar zijn tot een BSN-nummer. Dus zodra de gegevens bij CBS zijn ontvangen, dan worden de BSN-codes omgezet naar een uniek CBS-nummer en vervalt de BSN. Dus die wordt ook verder niet door CBS opgeslagen. Het gebruik van dat nummer, dat soort van pseudonieme nummer, zorgt ervoor dat gegevens wel op BSN-niveau kunnen worden gekoppeld.
En dat zorgt er wel voor dat CBS de bestanden kan verrijken met allerlei achtergrondkenmerken van de persoon aan wie de zorg is geleverd. Maar voorkomt dat herleidbaar is om wie het precies gaat. Dus om het kort te zeggen, het mag. En er gebeurt uiteindelijk niets met de BSN, behalve dan dat CBS het gebruikt om het om te zetten naar het unieke CBS-nummer. Er is nog een vraag van Jan. We hebben een script van Centric van 2020, tweede helft, en het nieuwe script van 2021. Moeten de gegevens van tweede helft 2020 nog via de oude opzet aangeleverd worden? Ja. Zou mijn eerste antwoord zijn. Omdat voor de aanlevering van de tweede helft van 2020 geldt dat die nog wordt aangeleverd onder de, zeg maar het oude protocol van de IWMO standaarden 2.4. En daar dus nog niet gebruik gemaakt kan worden van die generieke toewijzingen onder andere. Dus de bestanden, een herlevering of een herstellevering of een nalevering van gegevens voor de tweede helft van 2020 dient inderdaad plaats te vinden op basis van de script die uw softwareleverancier voor die periode heeft opgesteld. Dat script namelijk checkt ook op of selecteert ook de gegevens met de juiste start- en einddatum. Dus voor de tweede helft van 2020 gaat het dan over 1 juli tot en met 31 december. En als u het nieuwe script zou gebruiken, dan zou dat script op zoek gaan naar alle gegevens die zijn geregistreerd vanaf 1 januari 2021 en levert u dus een verkeerd bestand aan. Dus voor een herlevering of een nalevering of een herstellevering gebruikt u nog het oude script. Dus een vraag van Ger over die BSN en AVG, denk ik. Is er dan een verwerkersovereenkomst nodig? Bij mijn weten is er geen verwerkersovereenkomst nodig. En dat heeft, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, iets te maken met de speciale positie die CBS heeft. En onder de CBS-wet heeft het CBS de mogelijkheid om bij overheden, zoals gemeenten, gegevens op te vragen voor het maken van statistieken. En omdat die een wet er is en al heel erg lang bestaat, hoeft er geen aparte verwerkersovereenkomst te worden gesloten tussen de gemeente en CBS voor het verwerken van deze gegevens. Dat is namelijk al in die CBS-wet zo geregeld. Okay. Gaan we weer verder. We hadden een aantal veel voorkomende technische fouten doorgenomen voordat we de vragen gingen beantwoorden. Op deze sheet staan er nog een aantal die we veel tegenkomen en die mogelijk te voorkomen zijn. Het gebruik van ongeldige tekens, dus er zijn een aantal tekens het aanleverprotocol vindt u daar ook meer informatie over die niet mogen. Dubbele punten, //, vraagtekens, etc. Als ze in het bestand zitten, dan wordt het bestand technisch afgekeurd. Wetenschappelijke notaties, aanhalingstekens. En er wordt gekeken naar of het veld het juiste aantal tekens kent. Bijvoorbeeld is de gemeentecode, die bestaat uit 4 tekens. En als die uit minder tekens bestaat, gebruik dan een voorloop 0. Dus in plaats van 118, gebruik 0118 voor de gemeentecode. Nou, verder kunnen we u adviseren om met de softwareleverancier te overleggen of in gesprek te gaan. We zagen het net ook al in de chat voorbij komen. Die kunnen helpen en ondersteunen. Die hebben vaker met dit beltje gehakt. En ook bij andere gemeenten. Dus dan daar kunt u als eerste vraag vaak ook terecht. En het aanleverprotocol noemde ik al, daar zit ook meer informatie in over de precieze technische vereisten van het aan te leveren bestand. Als het aangeleverde bestand technisch in orde is, dan gaat het door naar een tweede check, en dat is het op orde rapport. Dus daarin worden de gegevens die worden aangeleverd en dus technisch in orde zijn en kunnen worden verwerkt,
in een eerste rapport gezet en wordt de gegevens van uw gemeente naast gegevens gezet van referentiegemeenten, zodat u kunt vergelijken van zijn mijn cijfers, staan ze correct in het bestand en komen ze op een correcte manier uit het bestand. Dus op basis van het op orde rapport kunt u zelf een check doen van zit het logisch in elkaar, is het volledig, is het compleet en zijn de gegevens op het eerste oog juist die erin staan. Die rapportage, het op orde rapport, komt binnen 2 werkdagen beschikbaar via het downloadportaal. En u als coördinator of de gemeente met de mensen die daarover gaan, kunnen beoordelen of de gegevens dan correct zijn als u het rapport heeft gedownload. Mocht u op basis van het op orde rapport denken van we hebben toch nog een aantal dingen niet op de goede plek staan of een aantal cijfers dienen toch te worden aangepast voor het juiste beeld, dan is dat mogelijk. Dan kunt u een correctielevering doen. En kunt u het bestand dus nogmaals aanleveren met de gecorrigeerde gegevens. Dat kan niet ongelimiteerd, maar best een groot aantal keren. Dus dat kan tot 20 keer. Kunt u het bestand opnieuw aanleveren. Na iedere correctielevering kunt u binnen 2 dagen weer een nieuw op orde rapport downloaden. En opnieuw gaan kijken van of het er dus goed uitziet. Dan gaan we verder naar een volgende stap. Dat is de stap opt-out. Dus, we hebben het toch al eerder over gehad. Hilde, daar zullen jij ons ook verder mee doorheen nemen. Het is inderdaad daar rechtsboven in uw scherm even omcirkeld. Nadat de gegevens zijn getoetst en u het op orde rapport heeft ontvangen, dan gaat in principe CBS aan de slag met het verwerken van die gegevens en het toevoegen van die gegevens aan de totale bestanden voor de gemeentelijke monitor. Mocht u toch twijfelen aan de juistheid van de gegevens of als er andere redenen zijn waardoor uw gemeente twijfelt aan de juistheid of de correctheid van het bestand, dan kan de gemeente ervoor kiezen om de gegevens niet te laten verwerken door CBS. Dat betekent dat u in de periode van 4 oktober tot en met 15 oktober, en nadat de periode voor het aanleveren is gesloten, nog 10 dagen de tijd heeft om CBS te vragen om de gegevens niet te verwerken. U kunt dat doen door het formulier intrekking gegevensaanlevering te downloaden. Dat vindt u op het uploadportaal, als ik het goed heb, is dat gegevensformulier beschikbaar. Als u dat invult en naar CBS mailt, dan zorgt CBS ervoor dat het door uw geleverde bestand wordt verwijderd. En wordt dan ook dus niet meegenomen in de verdere verwerking. Daarnaast is er ook altijd ruimte voor toelichting op de aangeleverde gegevens. We merken dat nog lang niet alle gemeenten daar gebruik van maken. Dus vandaar ook weer even een stukje reclame voor die optionele mogelijkheid. Als u het prettig vindt om nog wat tekst en uitleg te geven bij bepaalde misschien afwijkende waarden of gegevens, aantallen die misschien veroorzaakt worden door een specifieke beleidskeuze of een specifieke keuze waarop de gemeente de gegevens administreert, dan kunt u daar een korte toelichting op schrijven. En als u die aan ons toestuurt, dan nemen we die mee in de GMSD-rapportage. Die gegevens of die toelichting die wordt openbaar gepubliceerd op waarstaatsgemeente.nl. Dus het is wel belangrijk dat de bewoording daarin helder en correct is. Kort en bondig.
In de handleiding voor het cijfer van de toelichting. In de handleiding vindt u op pagina 10 van het aanleverprotocol verdere informatie over hoe die toelichting kan worden gegeven en hoe die kan worden ingestuurd. En of er nu verder nog vragen zijn gekomen? Volgens mij niet op dit moment. Nou, dan gaan we verder met de vooruitblik naar de komende periode. De komende periode gaan er ook weer een aantal veranderingen plaatsvinden. Onder andere wordt de nieuwe monitor abonnementstarief gepubliceerd. Daar heeft u in juni of juli bericht over ontvangen voor de aanlevering van kostenbestanden. CWS is momenteel bezig samen met Significant, de twee uitvoerders van de monitor, om die gegevens te analyseren. En naar verwachting in november zal de monitor worden gepubliceerd en zullen ook de gegevensbestanden worden vrijgegeven en worden toegevoegd aan waar staat je gemeente. Dus dan heeft u ook weer inzicht in de kostenoverzichten. Zowel in de begrote als in de gerealiseerde uitgaven. Voorts zijn ook voor het onderdeel beschermd wonen en maatschappelijke opvang er een aantal indicatoren toegevoegd. Dat is nog het staartje van de uitbreiding van het onderdeel beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Bij de publicatie komen nu ook meer cliëntkenmerken, ook gegevens over de verblijfsduur en verhuisbewegingen beschikbaar. Die zullen nu bij de komende levering ook worden toegevoegd. Ja, en in de toekomst kijken we ook nog of we de mate van ambulantisering kunnen toevoegen als indicator binnen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Een andere ontwikkeling is de monitor dak- en thuisloosheid. Die is in de afgelopen periode door VWS en KPMG uitgevoerd in samenwerking met een aantal pilotgemeenten. Om te kijken of we als gemeenten ook meer zicht kunnen krijgen op het fenomeen van dakloosheid in de gemeente. Die pilot is succesvol verlopen en VWS heeft gevraagd van is er een mogelijkheid aan ons, maar ook aan gemeenten, is er een mogelijkheid om deze indicatoren of een aantal indicatoren uit die monitor ook op te nemen in de GMSD. Dus daar zijn we met elkaar over in gesprek. En het lijkt erop dat die mogelijkheid er zeker gaat komen. Dus dat we in de komende jaar, eigenlijk het half jaar, gaat die overdracht plaatsvinden. En in september 2022 zal in de uitvraag voor het eerst ook gegevens worden uitgevraagd over een aantal indicatoren op het gebied van dak- en thuisloosheid. En dat zal gaan, net als bij beschermd wonen, via centrumgemeente. En had jij nog een laatste? Nog een laatste punt. Helemaal onderaan de sheet over de samenvoegregels. Dat is misschien ook even een punt van aandacht. Houdt ook verband met de al eerder behandelde overgang naar de nieuwe IBMO-standaarden. Daarnaast is CBS ook voortdurend bezig met het verbeteren van de verwerkingsprocessen. Er zijn wat veranderingen doorgevoerd in de samenvoegregels, waarmee de bestanden die uw gemeente heeft aangeleverd worden verwerkt. Het is namelijk zo dat CBS toewijzingen op toewijzingsnummer combineert. Dus eigenlijk kijkt naar welke verschillende records houden nu allemaal verband met dezelfde toewijzing. En op basis van dat toewijzingsnummer worden die verschillende activiteiten nu gebundeld tot één geleverde maatwerkarrangement. Dus dat zorgt ervoor dat er, waar er misschien in het verleden wat meer sprake was van stapeling van WMO-voorzieningen, het zou kunnen zijn dat de stapeling daardoor wat afneemt als je kijkt naar de aantallen producten die een persoon heeft afgenomen. Omdat er dus iets meer dan in het verleden verschillende records worden samengenomen. Dat betekent niets voor de aantallen cliënten die uw gemeente kent. Want die veranderen natuurlijk niet doordat er meerdere records aan één persoon worden
wordt toegevoegd. Het heeft echt alleen maar effect op de aantallen voorzieningen die er zijn geleverd. Wilt u meer weten over die samenvoegregels? Daar heeft het CBS ook een factsheet over geschreven, over langs welke stappen de records worden gecombineerd en samengevoegd. We zullen ervoor zorgen dat factsheet ook wordt meegestuurd met deze presentatie. Dus als u daar bijzonder interesse in heeft, dan kunt u dat ook in de factsheet nog even nalezen. Die factsheet staat ook op de volgende pagina. Oh, gemeld bij de afsluitende tips. Dus als u deze presentatie ontvangt, dan kunt u ook via de link die hier staat doorklikken. En dan komt u ook bij de pagina van het CBS uit waar meer informatie staat over die samenvoegregels. Maar ook goed idee om mee te sturen, zeker. Precies, nou, ja. De afsluitende tips. Ja. Nou, begin op tijd. Nou, we zijn al 2 weken onderweg, even uit mijn hoofd. Dus, en ik zei al, er zijn al 80, meer dan 80 gemeenten die hebben aangeleverd. Dat is hartstikke fijn. Op tijd beginnen en op tijd aanleveren maakt het ook mogelijk om je cijfers nog te bekijken, te corrigeren, opnieuw, of bij een technische fout opnieuw aan te leveren. Dus dat geeft jezelf ook iets meer rust en ruimte voor de aanlevering. Onze webpagina van VNG Realisatie, en daar staat het aanleverprotocol ook op. Daar staat heel veel nuttige informatie in over de aanlevering. Het is een uitgebreid document met erg veel detailinformatie. De CBS-pagina heb ik net al genoemd over de aanlevering en samenvoegregels. Het is gewoon niet om ons vragen te stellen. Daar zijn we voor. We helpen u graag. Dus daar staan de 2 mailadressen. monitorsociaaldomein@cbs.nl voor de wat meer technische vragen over de aanlevering. En de inhoudelijke vragen, daarvoor kunt u terecht bij waarstaatjegemeente@vng.nl. Precies, ja. Volgens mij, ik weet niet of er nog vragen zijn binnengekomen. Ik geloof het niet, hè? Nou, heel mooi. Misschien nog als laatste, mocht u niet helemaal zeker weten waar u uw vraag wilt neerleggen, stuur hem gewoon naar een van ons beiden. Als we denken van dit is meer een vraag die bij het CBS thuis hoort, dan zorgen wij ervoor dat op een goede manier wordt doorgeleid en dat u antwoord ontvangt. Dus samenwerking met CBS is wat dat betreft gladjes, dus daar is geen zorgen over te maken. Nou, dan denk ik dat we onderhand bij het einde van dit webinar zijn gekomen. Ik wil u als kijkers hartelijk bedanken voor uw aandacht en ook voor de grote hoeveelheid vragen die via de chat voorbij is gekomen. Zoals al eerder gezegd, er komt nog een mail naar u toe met de PDF van de gebruikte slides. Ook de antwoorden die in de chat zijn gegeven, zullen daar worden meegegeven. Dus als u dat nog een keer rustig wilt nalezen, dan komt dat allemaal via mail naar u toe. Dit webinar is ook opgenomen en zal ook terug te kijken zijn, onder andere via de pagina vngrealisatie.nl over de gemeentelijke monitor sociaal domein. Dus daar vindt u dan de link naar de YouTube-kanaal waar dit webinar op terug te kijken is. Nogmaals, schroom niet om ons nog vragen te stellen via de mail of via de telefoon. Zoek ons op. Rest mij u heel veel succes te wensen met de aanlevering van de gegevens voor deze periode. En dan hoop ik u weer te spreken bij een volgende aanleverperiode over de tweede helft van 2021 die begin volgend jaar zal gaan plaatsvinden. Dankjewel, tot ziens.